Okay. En daar staat onze volgende gast op het podium, Dima van Ham. Ja, voor veel mensen is het een droom om ooit eens een keertje als een bekende sportman, liefst nog in een heel bekend team te spelen. En bij jou staat er al op je shirt, je bent 11 jaar en daar staat al je eigen initialen op, hè? DVH, Dima van Ham. En jij voetbalt bij? Willem 2. Willem 2, kijk. Ja, dat is, kijk, om bij de Beerse Boys te spelen vind ik al heel knap, want uiteindelijk spelen die ook heel hoog, hè? Ja. Maar jij wil nog een trapje hoger, Dima, hè? Klopt. Ja, ben je echt zo goed? Best wel. Ja? Want hoe hebben ze jou ontdekt? Nou, we komen gewoon naar een wedstrijd kijken en dan zien ze jou voetballen. En dan zeggen ze of je een keer wou komen spelen. Ja. Nou hoor ik daar in het publiek al iemand roepen, het is een echte Van Ham. Want ik denk dat dat slaat op het feit dat je het meteen bevestigt en niet de bescheidenheid neemt. Nou, ik zou zeggen, snoer even die grootspraak maar eens even in de mond. Pak even de bal erbij en laat maar zien wat je met die bal kunt. Ik kan er niet eens krom om de ding op te rapen, man. Hé, hey, links, rechts, links, rechts. En we hebben afgesproken dat hij niet te lang het mag doen, want hij kan het zo wel een half uur volhouden. Maar geloven we dat hij er wat van kan? Oké, okay, Dima, stop er maar mee. Hop, hop, hop. Wacht eens even. Blijf eens even staan. Blijf eens even staan. Want als er nou een doelpunt gemaakt wordt, hè, hoe juich jij dan? Geef mij de bal maar even, want die heb je niet nodig als het doelpunt gemaakt is. Hoe juich jij als er een doelpunt gemaakt wordt? Laat eens even zien. Ja, gewoon normaal. Hoe zou je liefst willen juichen? Ja, en dan op tijd afremmen, dat je, hè, want die cornervlag is hard, hè, dat weet je. Zeg, heb jij al eens ooit gezien hoe Ronaldo juicht? Ja. Hoe doet hij het? Ja. Dat is niks voor jou, hè? Nee, kom maar gauw, want je bent toch geen echte Van Ham. Nee, want heb jij nou werkelijk de kwaliteiten van een Van Ham? Heb je het voetballen van je vader of... Nee, ik heb van mijn moeder. Van je moeder? Ah. Alleen, ze heeft het nooit laten zien. Ze heeft het alleen nog nooit laten zien? Ja. Ja. En ik heb het ook nog van mijn oom Wil. Oom Wil? Dat moest ik zeggen, want ik kreeg 5 euro. Ja. Nou, dat is eerlijkheid loont. Ja. Je zou het ook van je oma kunnen hebben, want die zit hier vooraan ook. Verstaat jouw oma wat je zegt? Want oma komt uit Oekraïne, hè? Ja, uit Oekraïne. Versta jij een beetje Oekraïens? Ja, ik kan vloeiend spreken. Ja, dat kun je gerust zeggen. Wij kunnen toch niet nagaan of het klopt, hè? Maar zeg, even kijken. Jij speelt dus bij, want we gaan het even nog over het voetbal hebben. Dan kunnen we daar nog wel eens even over Oekraïne, hè? Want hier sta je op de foto... keurig netjes centraal, een paar mensen omspelend. Tegen wie was dit? Dat was tegen een amateurclub. Amateur, oh. Zeg, en gisteren heb je gespeeld tegen aartsrivaal NAC. Hoe is dat geweest? Niet zo best. Nee, ik wil de uitslag even horen. Hou de microfoon maar voor je mond, vertel eens even. Nou ja, het was flink verloren. Ik wil het daar liever niet over hebben. Nee, maar... Maar het is ook zo, voetbal doe je niet alleen, doe je met een heel team. Dus het hoeft ook niet per se aan jou te liggen natuurlijk, hè? Nee. Wat speel jij? Wat speel jij? Niet keeper zo te zien. Wat ben jij? Centraal achterin. Centraal achterin. En dat is wel iets wat jou ligt? Ja. Dus je denkt nooit een spits te gaan worden? Liefst wel. Ja, liefst wel. Maar waarom denk je dan dat jij verdediger gaat worden? Of, Moet ik staan van mijn trainer? Dan moet je van je trainer. Kunnen we die trainer misschien ook eens in beeld hebben? Of is die foto al geweest? Nee, dat is de trainer niet. Dat is een heel andere... Wat was dat trouwens? Dat was in Oekraïne. Ah, hier hebben we de trainer. Volgens mij zal het die linker wel zijn, die dikke, of niet? Ja. Dat dacht ik wel. Ja, ik bedoel, als je daarvan moet leren... Nee. Even kijken waar jij is. Oh, jij staat net, zie ik, links van de keeper. Daar sta jij. Ja, 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 ja. Deze jongens die op die foto staan, het zijn allemaal jongens, hè? Die komen uit de omgeving Tilburg. Dus die komen uit Middelbeers, maar ook uit Tilburg, maar ook uit Oosterwijk of uit Ilvarenbeek. Of... Klopt dat? Ja. Ja? Ja, klopt dat echt? Is er ook nog eentje die een beetje dichterbij woont hier? Ja, links boven de tweede.
Ja, die komt uit Vessem. Die komt Vessem, oh, oké. Okay. Nou, want je speelt met een team met allerlei mensen uit allerlei gemeentes. Dat gaat gewoon goed. Ja, dat gaat gewoon in principe goed. Wel. Ja, want jij gaat volgend jaar ook van de basisschool af. En dan ga je naar? Willem II College. Willem II College, ja, dat kan niet missen. Maar dan krijg je ook speciaal vrij om op tijd te gaan trainen. Ja. Dus daar houden ze ook rekening met sporttalenten. Ja, wij hebben daar ook geen gym. Heb je geen gym? Nee. Hoezo niet? Omdat jullie zoveel trainen, mag je die gymlessen overslaan? Ja. Oké. En hebben jullie ook een abonnement met de plaatselijke tato-shop? Ja, alle voetballers zitten tegenwoordig helemaal ondergetatoeëerd. Dus ik vroeg me af of de rechte school daar ook rekening mee houdt. Nee. Ga jij ook later tato's zetten? Nee. Dat is niet nodig, hè? Nee, is niet nodig. Om een goede voetballer te zijn, dat vind ik trouwens ook. Even, maar... nou, nog een andere vraag. Want jij hebt een Oekraïense moeder. Klopt. Dus jij zou eventueel ook voor Oekraïne kunnen gaan voetballen? Ja. Als je nou de keuze krijgt, Oranje of Oekraïne, wat kies je? Oranje. En als jij de keuze krijgt, Willem II of PSV, wat kies je dan? PSV. Wat is jouw favoriete speler? Wie is jouw favoriete speler? Uit de Eredivisie. Uit de Eredivisie bijvoorbeeld? Luc de Jong. Oh, PSV er ook. Maar je zegt expres uit de Eredivisie, dus dat betekent dat niet jouw echte favoriete speler is. Wie is jouw echte favoriete speler? Arjen Robben. Ik denk, je zult Messi zeggen. Ja, die is ook goed. Die is ook goed, hè? Ja. Oh, Arjen Robben. Ja, dat is inderdaad wel een hele, hele goede speler. En ook nog van Nederlandse makelij, hè? Ja. Nou... Zijn er voor jullie nog mensen die iets te vragen hebben? Nu heb je de kans, hè? Je mag hem straks ook gewoon aanraken, hè? Dat hebben we ook afgesproken. Dima, dan heb ik voor jou eigenlijk nog een vraag. Want we staan hier voor een beeld in Oekraïne. Weet je ook waar het is? Geen flauw idee. Geen flauw idee. Nou, kun je, want jij zegt dat je... Waar is het ergens? Ja. Maar misschien kun jij nog even iets in het Oekraïens zeggen tegen de mensen. Of tegen je oma of zo. Pakka. Ja, pakka. Oké.